Het publiek heeft er zin in. Het is koud trouwens in Zuid-Limburg. Maar toen ik vanmiddag wegreed, sneeuwde het nog in omgeving Apeldoorn. Dus scheidsrechter Christian Baks heeft ook voor alle zekerheid een rode bal klaar laten leggen. Want volgens de weerprofeten dreigt er misschien nog tijdens de wedstrijd een buitje los te barsten hier. En de temperatuur is laag. Laatste 8 duels slechts 4 punten voor beide ploegen. Mark Diemers hier. Belangrijke speler gedurende het hele seizoen. Kan je overal gebruiken op het middenveld. Goed op nummer 10. Hangend aan de buitenkant. Daar zit Ralf Seuntjes. Min of meer te balen. Ik heb hem uitgebreid gesproken voor de wedstrijd. Maurie Stijn zei in het interview wel dat alles was uitgesproken. Maar volgens Seuntjes is dat niet zo. De opstelling van Fortuna met Ramirez verrassend. En Balic voor mij toch ook wel verrassend. Diemers daar, de nummer 10. En voorop Lamproe en Novakovic. Of het echt 4-4-2 is, dat gaan we zo dadelijk wel bekijken. Seuntjes denkt dat hij gepasseerd is omdat hij zijn contract niet wil verlengen. Christian Baks dus. En de beste VAR van Nederland, Danny Makkely, zit in Zeist in de control room. De jonge Lindhorst speelt op het middenveld in plaats dus van Seuntjes. Onderstal op doel. Rutten, Reuzelen en Lima, die debuteert bij VVW. Roel Jansen, Lindhorst, Post en Susic. En voorop Opoku, Malapa en Joosten. Dat zou misschien in de praktijk ook iets anders kunnen staan. Maar goed, dat gaan we zo dadelijk wel zien. We're gonna suffer, but always as a team. That's the way we're gonna take the points today, boys. Hey, boys, come on! Everything, come on! Fortuna begint fel met de Pinto. Balic, Novakovic. En daar is de eerste goal! Nee! Twee geweldige reddingen van Oenestal. Ho, wat een start van Fortuna met Balic. En wat een reddinger, zegt van Lars Oenestal, die er even bij gaat liggen. Ja, dat scheelt nogal wat. Lamproe. Hier is Diemers. Novakovic krijgt hem niet echt lekker. Smeets. Bessaoudi. Diemers. Lamproe. Bessaoudi. Smeets moet nog wel zijn linker hebben. Dit kan ook. Balic, handig. Balic komt tot een schot. En weer Oenestal. En dan is Oenestal geklopt. Want dan zit hij erin. Dan is het 1-0. Ja, Novakovic. Nummertje 9 van de spits van Fortuna. Ja, dat lijkt mij een overtreding. Vastpakken en een gele kaart voor Ramirez. Dat zijn toch niet zulke handige overtredingen, hoor. Diemers. Goed verdedigd in eerste instantie. En dan weer een redding van Oenestal op een schot van Novakovic. En dit is een mogelijkheid voor Susic, hoor. Dit is een mogelijkheid voor Susic. En de redding van Kozilev. Maar er is al gefloten. Er is gefloten voor buitenspel van Mlappa, denk ik. Maar daar ging de bal niet naartoe. Maar ja, goed. Of was het Hens? Zou ook nog kunnen. Dat laatste, vermoed ik. Bij
Bijna. Danny Vos. Rodriguez. Ja, die heeft al twee keer rood gehad. En doet dus nu boete. Allerlei sociale projecten doet hij aan mee. Heeft de schuld bekend. Goeie speler vond ik dat. Want twee keer rood is wel heel veel. Joosten. Lindhorst. Rutten. Diemers. De aanhang van VVV brult om Hens. Maar Christian Baks wil daar niks van weten. Was het inderdaad Hens? Nou ja, hij krijgt de bal tegen de hand. Dat is zo. Maar ja, kun je er wat aan doen. Joosten. McIntosh. Diemers. Novakovic heeft nog een paar seconden om iets te doen, maar geen scheidsrechter fluit nu af, lijkt me. Terwijl die minuut voorbij is. Pinto. Nou, Baks blijft het weg. Staat goed. Die overtreding op Novakovic. Ja, daar gebeurde niks. Een schop van achteren. Post op Diemers. Dat komt de post op geel te staan. En die heeft in mijn opstelling ook een geel streepje. Dat betekent dat hij op scherp staat. En dus de volgende wedstrijd gaat missen. Wel veel balbezit, maar nauwelijks enige dreiging voor het doel van Kosselev. Misschien nu met Lindhorst. Mlappa. Zo! Joosten. Mlappa kaatst. Rutten, Mlappa en Kosselev. Oh, die vervelhoenderstal tussen de benen door van Lamproe. Susits. Opoku op weg naar. Opoku op weg naar de gelijkmaker. Nee! Kosselev zit ertussen. Baks kijkt nog even naar zijn assistent aan de overkant. Die nu de vlag omhoog heeft gestoken. Dat het toch buitenspel was. Daar leek het mij al op. Susits gaat eruit. Daar komt Ralf Zeuntjes dan toch. Lindhorst. Maakt het zichzelf veel te moeilijk. Kijk dan naar de scheidsrechter. Dat is volkomen onterecht. Het biedt Balits een mogelijkheid iets te bedenken. Ah, die bal komt niet bij Lamproe terecht. Ja, nu wel. Maar nu is het niet meer gevaarlijk. McIntosh. Naar Saoudi. Dan gaat Lindhorst eraf en komt Grot. Een middenvelder, Lindhorst dus, ingeruild voor een aanvaller Grot. Misschien dan dat hij de joker is van VVV van Maurie Stijn. Diemers, Novakovic, Messaoudi en Lamproe op weg naar de 2-0. Ja! Die had hij wel kunnen hebben, lijkt mij, hoor, Roenestal. In ieder geval is het 2-0.
Dit was de tactiek dus van Fortuna. Inzakken en wachten op dat moment dat altijd komt. Helemaal uit elkaar gespeeld, de verdediging van de VVV. Nog eens kijken naar het schot. Het is de 8e goal van Lamproe. Laten we erop houden dat het een prachtig schot is. En dat Oenerstal kansloos is. Maar wat is er aan de hand? Er is overleg gaande tussen Baks en Danny Makkely. Waarover? Over misschien buitenspel? Ja, dan gaat de goal dus niet door. Nog eens kijken. Ja, Makkely heeft dat heel goed gezien. Op het moment dat de bal werd gespeeld, stond Lamproe buitenspel. Opoku. Grot. Ja! Grot is dan toch de joker. En dan is het 1-1. J. Roy Grot. Daar waar het een paar minuten geleden lange tijd 2-0 leek, is het nu 1-1. Het is een wedstrijd waar de spanning op zit, omdat beide ploegen de punten goed kunnen gebruiken. Nu hebben ze er allebei één. En gaat er nog één met een driepunter vandoor. Mlapa! Fluitconcert in het stadion hier. Bij Fortuna zijn ze redelijk boos. Reageren zich af op de arbitrage. Baks wijst op zijn klok en die staat inderdaad gewoon op 90 plus 3. Daar valt niks op af te dingen. Ja, die goal die afgekeurd is, daar hebben ze natuurlijk de P over in. Maar daar is de VAR voor. En het was inderdaad buitenspel. Dus de score die nu op het bord staat is terecht 1-1.